kantoorgel maak je dus het geluid met de drawbars en de lesliversterker is ook heel belangrijk. En wat is nu zo speciaal aan het spel van Billy Preston? Nou, Billy Preston heeft een best wel een schreeuwerig orgelgeluid met heel veel overdrijf, dus een scheur. En hij gebruikt de Leslie veelal op de snelle snelheid. Wanneer ik een simpel melodietje speel, en ik zou het een beetje in een jasje van Billy Preston willen steken, dan zet ik mijn Leslie op snel, dus dat die keihard begint rond te draaien. En ik maak van mijn geluid een geluid met relatief veel hoog en een randje scheur erop. En dan krijg ik dit. Of als zoals Billy Preston dat vaker doet, een beetje aangekleed met wat extra akkoordjes aan de onderkant.